Hey allemaal en welkom bij de 5e aflevering alweer van Bubble Hop. Mijn gast van vandaag weet alles van RGB, CMYK, ik moest het opschrijven want ik weet het niet, Pantoonkleuren, drukwerk, digitale hexcodes, noem het allemaal maar op. Hier is Elise. Hi! Oké, super leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Je bent mijn Bubble Hop gast van vandaag. Zou jij wat over jezelf even vertellen voor de mensen die je niet kennen? Hi, ik ben Elise en ik ben een vriendin van Charlotte en ik help haar af en toe met de grafische klusjes. Dus bijvoorbeeld het maken van een logo of alle andere digitale vragen. Superleuk. Het logo van Bubble Hop hebben we, heb jij gemaakt. Hebben we samen een beetje een overleg gedaan. Ja, klopt. En ook het logo van de horecazaak die ik dus heb gehad. Ja. En want vertel even wat jij doet voor werk. Nou, ik ben een grafisch vormgever en eigenlijk houdt dat in dat alles wat vormgegeven moet worden, dat kan ik ontwikkelen. Dat is dus bijvoorbeeld een website of een menukaart of een boeklayout. Of ja, eigenlijk alles wat vormgegeven moet worden. Daar kom ik bij te pas. Ja, want je hebt natuurlijk ook de menukaart voor de zaak. En daar heb je ook bij geholpen. Ja, klopt. Superleuk. En zo kennen wij elkaar. Ja. Via Instagram. En vandaag gaan we lekker gezellig koken. Ik had Elise een beetje overgehaald om hier naartoe te komen omdat het me zo gezellig leek. Ja. Dus ik denk dat we gewoon lekker meteen moeten gaan beginnen met de hap van de gast. Oké, de hap van de gast. Wil jij vertellen wat we gaan maken? Kastanje. Hummus. Ja, mijn vader zegt dat hummus. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, dat is wat we gaan maken. Het is niet per se mijn hapje, maar ik hou wel heel erg ervan. En het was in samenspraak dat we wat nieuws gingen proberen met de kastanjes. Ja. Elise houdt heel erg van hummus. En je zei al, je maakt zelf dingen, maar je houdt er ook echt van lekkere dipjes op de markt en zo te scoren. Ja. Snap ik echt heel goed, want dat is super lekker. En toen zei ik, oh, zullen we dan een kastanjehummus hummus gaan maken? Ja. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we over naar de ingrediënten. Nou, in de kastanjehummus gaat 130 gram kastanjes, 1 eetlepel tahin, 2 eetlepels olijfolie, 1/2 teentje knoflook, sap van 1/4 citroen, 1/2 theelepel gemalen komijn, paprika poeder en zout en peper. Waarschijnlijk is de substantie erg dik of dik. Voeg dan wat water toe zodat jij de substantie goed of naar wens is. Alright. Ik heb kastanjes gekocht die al kant-en-klaar zijn. Want ik dacht, ja, we gaan niet helemaal kastanjes rapen of kopen en poffen en dat soort dingen. Heb je ooit zulke kant-en-klaar kastanjes gegeten? Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat dus zo lekker. Nou, dan gaan we dat ook meemaken. Heerlijk. We gaan gewoon, het is helemaal nieuw, helemaal leuk. Nou, je mag al meteen gaan vertellen hoe we het moeten maken. Dus dan gaan we nu alweer naar de how-to. Oh. Ik vind het toch een beetje awkward of zo. Omdat er niemand zit en dat je er tegen praat. De kastanjes gaan in de keukenmachine. Oh, ik zie een sticker. Oké, Elise, ik ga een beetje aan deze kant handelen. Yes. Toch jouw gerecht. Oké. Dus jij mag het lekker gaan doen. Oké. Maar eigenlijk is dit een beetje ons gerecht, toch? Dit is 21. Wat? Huh? Nee, jij stond op ter. Ik denk al. Dit kan toch geen 21. Ik denk, Het is 210 gram. Oh, maar dat is al te veel. Oh, ik ga stuk. Oh, dat is heel lekker. Je moet straks eigenlijk even eentje proeven als je wil. Het is echt heerlijk. Dit is 135. We moeten 130. Ja. Oké, dan gaan we voor 135. 35. Oké, geef maar, mag je die erin gooien? Hoe gaat dit open? Ik vind het echt leuk. Jij stelt mij ingewikkelde vragen. Oh. Kijk. Wil je er eerst even proeven? Ik ben echt een keukenprinses. Het is wel heel korrelig, misschien krijg je gewoon korreltjes in onze mond. Maar dit kan je zo eten? Ja. Het is heel droog, maar ik hou hiervan. En dit is gewoon... Oh, wat is hiermee gedaan? Gekookt. Dit is best wel lekker. Mm-hmm. Dat is lekker, hè? Het heeft een beetje een droge dadelstructuur. Ja. Noten terug? Dat is, ja, ik ben er echt gek op. Ik vind het lekkerder dan kikkererwten. Ik ook. Het is een beetje zoet, daarom ben ik heel benieuwd. Oh, ik heb wel water nodig, zeg. Ik ga echt niet weggespoeld. Droog? Zo. Nu gaat echt water en olie bij moeten. Mm-hmm. Eerst van links hier. Ja, en dan kan je het dichtklikken.
En dan mag je klikken op auto. Cool, hè? Ja. Ik hij doet het goed. Ja. Wauwie. Yeah. Waar ik dus heel benieuwd naar ben, want ik dacht dus dat jij hummus zelf maakt, maar dat is dus niet zo, hè? Nee. Heb je het ooit gemaakt? Nee, nooit. Ik dacht dus voor het elite zouden ze zijn, want ik hou echt van hummus te maken. Dus ik dacht, oh, dan gaan we kastanje doen. Maar ja, jij vroeg gewoon wat ik lekker vond. En toen zei ik, nou, ik lust dit allemaal. Ik dacht dus, als ik dus hummus maak, dan doe ik een beetje van het kikkererwtenvocht erin. Waarvan je echt denkt, eeuw, dat giet je normaal weg. Mm-hmm. Maar dat geeft het dus een hele mooie structuur. Dus ik ben benieuwd hoe die dus gaat worden nu we dat vocht niet hebben. Dit is goed, toch? Wow, het ruikt een beetje naar chocola. Oh, het ruikt heel lekker. Ik ga het even laten zien. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Oeh. Het ziet er heel goed uit. Nou, het lijkt een beetje kevenslag of zo. Of koekjesbeslag. Ja. Dan gaan we 1 eetlepel tahin toevoegen. Dit had je ook nog nooit gezien, hè? Nee. Ik ging het ook openmaken. Dat aardig staat onder. Alles viel eruit. Ja. Heel vet. Hij is heel dun, deze. Is lekker. Is dit een theelepel of een eetlepel? Ja, ik denk iets... Straks nog een heel klein beetje, denk ik. Want het is zo dun dat je niet echt een dikke lepel krijgt. Yeah! Moet je het aflikken? Ik weet niet wat dit lepel is. Het is sesampasta. Eigenlijk moet je het even proeven. Oh, ik moet alles proeven. Ja, want jij lust alles. Dat is leuk. Als ik met Elise ga lunchen, dan... Ik lust niet alles. Ik lust geen champignons en ik hou niet van olijven. Ja, maar voor de rest... Jij zegt altijd... Oh ja, is goed. Zo, dat is... Romig, hè? Het is heel intens. Ja, ik vind het dus echt veel te heftig om... Wacht, even hier. Oh, het is al weg. Ik vind het dus heel heftig van smaak. En oh, het is heel intens. Daarom moet je er dus niet veel van in doen. Dat is dus de key. Het is gewoon... Het smaakt naar... Heel pindakaas. Ja, maar dan... Handig. Ja, het smaakt... Ja, Het zal vast het gerecht beter maken, ja. Maar ik zou het nergens alleen los eten. Niet te veel. Net als dat je veel te veel olijfolie gaat gebruiken. Ja, dat precies. Is echt overkill. Dan moeten we nog olijfolie toevoegen. 2 eetlepels. Oké, ik heb net de lepel weggedaan. Zou ik dit op gevoel doen? Doe dit op gevoel. Oké. Nou, ik vind 2 wel veel. Dus 1. Zo. Je hebt ervaring in de keuken. Vertrouw daarop. Dan gaan we voor citroensap. Pakken we even een plankie. Sta jij hem zo? Nee. Oh, wat een barbaar. Mensen doen dat altijd. Hoe vaak komt er dan meer sap uit? Echt? We hebben wel een zeefje nodig. Nee, dat kan toch niet? Ja. Zo'n zeefje is echt handig. Dan krijg je al die pitjes erin. Is die sappig? Is die goed? Mijn hand zit onder. Nou, is goed. Koekjesbodem voor een cheesecake. Ja. Ik doe altijd als eerste een knoflookteentje. Ik begin altijd met mijn knoflook. Vooral omdat je het er dan nog uit kan halen eventueel. Slim, ja. Dat is dus een tip. Dat is mijn tip. De mensen weten die al. Wow, dit is echt een grote teen. Het zijn natuurlijk 2. Zo. Huh? Dat is een tweeling en 1. En je hebt nu een halve. We hebben een halve nodig. Perfect. Oh, perfecto. Alsof het zo moet zijn. Wil je die kleine of wil je de grote? Jij mag kiezen. Ik denk dat er niet te veel knoflook in moet. Nee. Wat denk jij? Ik denk het ook niet. We gaan voor de kleine. Een teentje. Een half teentje. Je hoeft hem niet te snijden, toch? Nee. Dan de komijn. Een half theelepel. Oeh. Dan zout en peper naar smaak. Oeh, zullen we die op het eind doen? Ik denk dat dat wel een slimme keuze is, ja. Dus dit is het al. Dit is het al. Wat? Dit was echt heel weinig. Pro. Hij blijft heel korrelig. Olijfolie. Olijfolie. Ja. En anders een beetje water. Ja. Hoppa, misschien had ik net te weinig gedaan. Zo, dus is het veel. Zo. Ik denk een klein beetje water. Ik ga op jou af. Dat was echt heel weinig. Was dat weinig? Ik vond dat veel. Oh. Ik heb dat, als je zo'n kookrecept kijkt... Sorry, je niet, hè? Jammer, ik ben het. Ik wilde zeggen, als je zo'n kookrecept kijkt... Dan zegt ze een snufje zout. En dan gaat er echt zoveel in. En dan denk ik, ja, maar als jij zegt een snufje zout, dan doe ik wat er tussen mijn vingers past. Kennen jullie ook dat hart helemaal op die van Nina Waring lijkt? Ik moest dat even tussendoor zeggen. Ik blijf het denken. Ja, nee, maar ik hoor dat niet. Het is ook echt een gevoelsding. Ja. Maar kijk, het water heeft wel geholpen. Ja. Wij zijn dus een beetje aan het klooien. Maar mocht je benieuwd zijn naar wat nou exact het recept is, dan moet je even naar de Instagram gaan.
Daar staat het recept. Het lijkt nu een soort pepernoot. Oh, maar dit gaat wel goed. Dit gaat wel goed. Dus het recept zei van, is hij te dik, doe er dan water bij. Maar er moet sowieso water bij. Ja. Wow, hij is dik. Hoe smooth is dit? Het ziet er heel goed uit. Er zit ook nog geen zout en peper in, hè? Nee, dat moet wel. Ik proef echt die kastanje. Ja, het is echt lekker. Apart. Ik vind het heel lekker. Ik proef niet echt tahin nu. Ik vind het echt een goede mix. Ik vind het ook, maar we gaan wel zout en peper bij. Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat peper hem echt versterkt, maar ik vind het ook spannend dat het zo zoetig is. Het maakt echt niet naar knoflook, hè? Nee, maar dat vind ik juist wel goed. Want als je dan een date hebt, kan je deze ook gebruiken. Mijn gevoel zegt tussen je vingers. Jouw gevoel is het. Maar dit is niet zoveel. Nee. Zout is altijd wel heel lekker. Maar ik vind dit genoeg. Ja. We kunnen altijd meer bij toevoegen. Mooi kleurtje ook wel, apart. Zo. Ik denk dat dit naar gevoel goed is. Oké. Spannend. Want ik vind het een heel interessant dipje. Ik kan het niet beschrijven. Wat is dit? Ja, geen idee. Aards, nootjesachtig, romig. Ik denk een beetje baklava. Ik denk maar weer dan zonder suiker. Ik denk dus aan zoete pindakaas. Zoete pindakaas. Ik weet niet of dat bestaat. Een soort pindakaas met suiker. Het is heel lekker. Het is heel apart. Het is ook niet te overheersend. Niet te romig, maar wel romig. Leuk zo experimenten. Waar wil je dit? Die hebben we dus straks wel helaas weer nodig. Maar we doen straks gewoon even de camera uit voor de boter. Boter? Ik ga boter maken. Wist je niet dat ik ook een recept ging maken? Ik zag hier al boter staan. Ja, het is twee recepten. Oh. Hij is echt super groot. Wow. Apart. Oké, weer proeven. Ik heb nog nooit zoiets geproefd in mijn leven. Ik vind het echt heel lekker. Hij is af, hè? Ja, perfect. Gaan we nu een bakje doen? Oeh. Jij mag een bakje uitkiezen. Het is heel dik, hè? Ik denk echt niet dit nodig heeft. Ja. Maar ik kan hem dus dunner maken en dan wordt het echt gewoon een sausje. Maar ik vind het heel mooi zo dik. Ik vind het ook heel lekker. Dus ik zeg niks meer aan doen. Ik ook niet. Het lijkt me heel moeilijk om dit mooi te krijgen. Wil jij het doen? Nee, je bent hartstikke goed bezig. Hij is zo mooi glad, bizar. Het is echt goed gelukt. Maar dat water is echt nodig. Ja, dat water is echt nodig. Dit is wel profi. Ja, ik vind dit er ook goed uitzien. Dit is toch goed? Dit is perfect. En daar doen we dan nog een beetje olijfolie op en paprika poeder. Het doet me denken aan als een dolf spelletje van vroeger. Ik zou ook nog wel iets van groen willen toevoegen, maar ik weet niet of het er qua smaak bij past. Qua kleur wel. Ik heb echt het gevoel dat ik op zo'n Marokkaanse... Best veel mag erin. Markt ben en dat het zo heerlijk ruikt. Groen of laten we het? Ik zeg we gaan voor wat het oog ook wil. Dus we gaan voor groen. Kleine stukjes knippen of als een blaadje? Als een blaadje erop. Een soort van vlag. Yeah. Wat cutie beautie. Lekker. Echt, ziet er echt leuk uit. We hebben eventjes heel random truffel scorchie toastjes. Lekker. Nico's. Oké, jongens. Dan is het nu tijd voor de... Taste test. Oké, Lisa, gaan proeven. Het ziet er echt inderdaad uit als een Marokkaanse markt. Echt heerlijk. Oké, komt ie. Oké, ik heb echt heel veel. Ik ook. Cheers, honey. Truffel erbij. Dit is zo goed. Ja, romig. Oh. Heel lekker. Ik zou dit op een broodje willen in een restaurant. Ja, dat is heel bijzonder, want niemand heeft dit ook. Maar ik denk ook omdat het wel duurder is, denk ik. Ja, het is best duur. En die citroen erbij is heerlijk. En verder kan je niet raden wat erin zit. Dat vind ik fantastisch. Dat is heel lekker. Dat zuurtje maakt het ook een soort bijna snoepjesachtig. Oh, heerlijk. Ja, mega creamy. Nog creamier dan... Perfect. Ik zeg, deze is 10. Geslaagd. Ik ook. En bij hummus word ik soms misselijk van de romigheid. En dit is fris romig, kan niet uitleggen. Maar heerlijk. Goed. Zomer, winter, herfst, alles mogelijk. Hebben we goed gedaan. Ja. Dan is het nu tijd voor de kookwekker. Ik ga jou 5 vragen stellen die ik aan al mijn gasten stel. Dezelfde vragen over eten. Komt-ie, de allereerste vraag. Wat mag er niet ontbreken op een goede borrelplank? Ik hou heel erg van kaas. Dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat. Want ik zou ook gewoon alleen een kaasplank kunnen maken. Ja, same. Heb ik echt precies hetzelfde. Goede kaas. Wat kook jij als je even snel iets in elkaar wil flansen? Nou,
Ik heb laatst, nou ik heb het al eerder ontdekt, maar een vriendinnetje van mij, ik was met haar vakantie. En haar tante maakt tomatentaart en nu maak ik tomatentaart. Is dat zoet of hartig? Nou, een beetje een mix, net zoals deze dip. Wow, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Moet je me even vertellen? Is goed. Ik dacht er namelijk van de week aan dat ik eigenlijk een tomatenrestaurant zou willen beginnen. Dat is er niet in Nederland. Nu moet ik het eigenlijk niet zeggen, maar goed. Ik ga het toch niet doen, ik hoef geen restaurant meer. Kan iemand een tomatenrestaurant beginnen? Wij komen wel langs om te proeven. Nou, zo van tomaat niet normaal. Oké, okay, next. Ja. Dit is je laatste dag op aarde. Wat ga je sowieso nog eten? Pizza. Ja? Ja. Wat voor? Ik zou verhuizen naar Italië. Pizza met kaas. Gewoon normaal? Alles. Nee, quattro formaggi, 5 kazen, 6 kazen, maakt allemaal niet uit. Heerlijk. Nee, bij pizza hou ik dan weer echt van een naturel pizza. Margherita. Met dat vind ik ook lekker. Zo lekker. Hou je ook van burrata? Ja, heerlijk. Ken je truffel burrata? Ja. Op donderdag eet ik dat en ben ik alleen tomaatsalade, goede olijfolie. Oh, lekker. Heerlijk. Je date komt vanavond voor het eerst bij je eten. Je bent ook echt de eerste single volgens mij die ik hier heb. She's single and ready to mingle. Follow on Instagram, slide in de DM. Nee, niet doen. Oké, wat ga je maken? Wat ik ga maken. En ga je je best doen? Ik hoop eigenlijk dat hij iets gaat maken. Hij komt bij jou eten. Ja, maar oké. Okay. Ja, maar dan samen. Ja. Zou ik hem dus dan als eerst vragen? Als eerst je date? Nou, hij of komt, als meerdere dat is al besloten. Hij komt gewoon nu bij jou eten voor het eerst. Nou, ik hou heel erg van rotti. Ik dacht dat je ging zeggen. Kastanjemoes. Rotti, lekker. Ja, rotti. Dat is echt lekker. Kan je ook wel voorbereiden? Ja. En met die maispannenkoeken. Lekker. Heerlijk. Maar maak je dat echt zelf? De rotti wel, de maispannenkoeken. Nee, dat snap ik. Lekker. Wat is jouw guilty pleasure op het gebied van eten? Oeh, ja. Nou ja, ik lust dus best wel veel nu eigenlijk. Ja. Maar ja, ik zeg nooit nee tegen chocola. Ja. Maar dat is meer een snack, denk ik. Nou, dat is wel een guilty pleasure. Ja. En ik hou heel erg van marsepein. Dat is echt mijn leven. Ik wil ooit in mijn leven zo'n mega vark kopen. Ja, ik zag er gisteren nog een bij de bakker. Ja. Daar zo bij de bakker. Dat is zo'n varken. Ja, die wil ik ooit. Oké. Okay. Dat was de kookwekker. Oké. Okay. Dan moeten wij ook nog trouwens een gouden kooktip horen. Maar dat horen we straks. Okay. Want we gaan nu dus door naar de hap van Charlotte. Oké, we hebben alles tussendoor even lekker schoongemaakt, want we gaan weer met de keukenmachine werken. Ik ga een klassieke kruidenboter maken. Lekker. En deze maakte ik ook altijd bij de borrelbar. En die is zo chill. En mijn advies is, maak meer. Dus ik ga ook het dubbele maken van de verhouding die ik ga opnoemen. Dus we hebben zeg maar 250 gram boter gaan we mee werken. Ja. Maar ik ga even werken met 500 gram boter. Oké. En alles dubbel, zodat ik het kan invriezen. Heerlijk. Dat is echt super chill. De ingrediënten. Yeah. Komt-ie. 250 gram gezouten roomboter. Want dat is gewoon veel makkelijker. Ja, dan hoef je dat niet meer zelf. Het scheelt weer. En het zit er dan ook al lekker goed doorheen. Dus dat is ook fijn. 20 gram peterselie. 10 gram bieslook. 5 gram dille. 3 tenen knoflook. 2 theelepels citroensap. Dat is het. Oké. Okay. En kan je dit dan ook zonder de keukenmachine? Dat zou ik net zeggen. Je kunt het dus helemaal zonder keukenmachine maken. Okay. Want je kunt de knoflook raspen, persen, hakken, wat je pureren, alles wat je wil. De kruiden kun je gewoon zelf uitsnijden. En de boter kan je met je handen doen met een mixer. Ja. Eerst wilde ik het met de hand laten zien, maar toen dacht ik, ja, ik vind dit toch heel chill. Dus we gaan het gewoon hiermee doen. En we hebben deze video al gebruikt. Ja, gaan we nog een keer. Ja, hij komt heel veel terug dit seizoen. Want als je het hebt, dan vind je het heel leuk. Ja. Dan gaan we nu naar de how-to. Ik vind het altijd chill om te beginnen met de knoflook erin te doen. Dan weet je zeker dat hij lekker goed fijn is. En de mensen weten het inmiddels wel. Jij kent het denk ik niet. Of wel? Dit is een knoflookbol. Ik moet even een plank hebben. Die heb ik wel. Kan je dat gewoon bij de supermarkt halen? Ja, bij Dirk Lidl. Ja. Kijk, ja, precies dat gebeurt er dan. Heerlijk. In het recept voor 250 gram gebruik je dus 3 teentjes knoflook of ongeveer een halve knoflookbol. Ik ga nu dus een hele knoflookbol doen, omdat ik het dubbele maak. Ja, dit was letterlijk het snijwerk wat we vandaag gaan doen volgens mij al. Yes. Netjes. Daar hou ik van. Snel en easy. Heerlijk.
Ik haal de proefblok er gewoon eventjes uit, omdat ik dus wel heb gehad dat ik dacht, oh shit, dit is echt te veel. Niet alles hoor, maar ik haal gewoon even een groot stuk even apart. Zodat je dat gewoon nog altijd een beetje kunt doseren. Kun je nu dus helemaal de kruiden en zo gaan hakken. Met een mes, bla bla bla. Maar je kunt ze dus ook hierin gewoon weer. Ja. Het is zo chill. Ik zou het gewoon erin doen, dan ben je snel klaar. Heerlijk. Dus doe ik lekker overluiden. Hoppa, niet te veel stil, een beetje mag wel. Precies 40 gram. Oké, dan hebben wij dus 10 gram bieslook nodig. Maar in ons geval doen we 20 gram. Juist. Ik had normaal plantjes, maar ik had nu even voor het gemak dit gedaan. Want de plantjes zijn een beetje op. Hoppakee, gaat er ook in. Dan 5 gram dille, maar wij doen dus 10. Dankjewel. Alsjeblieft, goed voor jou. Ja, rekenen. Hier had ik ook wel even het hardste stukje eraf. 10. Perfect. 10, 10, 10. Laat al je vingers zien. Ik doe het in 2 ladingen. Want ik hou ervan dat de boter wel groen wordt. Dat vind ik mooi. Je hebt toch witte boter met groene stukjes. Maar ik vind het leuk als hij echt lichtgroen wordt. Dat is super mooi kleur. Maar ik wil wel die stukjes erin. Dus ik ga hem kort hakken. Dan haal ik een beetje eruit. Wat ik er dan daarna nog doorheen doe. Oké. Komt-ie. Kijken. Voilà. Ga ik dit een beetje apart doen. Alles wat ik nu, al die stappen die ik nu doe, hoeven niet. Dus stel je wilt heel makkelijk, doe je dit lekker niet. Maar ik vind dat chill om wel te doen. Zie, ik haal er best veel uit. Ja. Beter te veel dan te weinig nu eruit halen. En dan gaan we nu lekker hier de boter bij doen. Ik heb dus de boter op camera temperatuur laten komen. Ik zag het al staan toen ik hier kwam. En toen dacht jij, ik dacht we hebben toch geen boter nodig? Maar ik wist niet dat jij dat... Je had het wel gezegd, maar ik wist het niet meer. Wil jij hakken? Lekker smooth, hè? Oh, je maakt het wel mooi fijn. Ja, dat is altijd goed. Ik ken mensen die echt boterfobie hebben. Ja, ik vond het vroeger zo vies. Ja? Ik vind het nog steeds niet... Ik hou er nu dus wel van, maar eigenlijk vind ik het ook ergens weer heel goor. Nou, ik vind het niet heel lekker, maar... Maar kruidboter wel? Nee, ik bedoel meer om... Losse boter. Nee, om... om het aan te raken. Oh nee, hou ik er niet van. Nee? Oké. Okay. Zie je dat hij dus nu heel... Die kruiden worden nu al heel fijn. Dit is echt toch het makkelijkste op aarde. Heerlijk. En dit krijg je nooit in de supermarkt. Nee. Kruidboter uit de supermarkt. Mm. Hij ruikt nog wel boterig. Oeh, hij is wel heel lekker. Zo, ja, ik ben elke keer dus weer verbaasd hoe je met... waarom deze zo lekker is. Ik snap het helemaal niet. Ik weet wel dat toen je die zaak begon, dat jij al die dips ging maken om te proeven. Ja, dat was echt leuk. Dat was deze dus ook. En toen dacht ik, oh mijn god, deze is zo lekker. Oh, het ziet er toch prachtig. Ja, ik vind het zo mooi, zo'n kleur. Ja. Ik kan er helemaal happy van worden. Ik ga hem even apart. Elise gaat even de citroen persen. Hoor ik hem ondertussen even lekker door. Ik ben ook heel blij dat ik dit nu weer op voorraad heb, want ook voor wat garnalen erin bakken of vlees. Nou ja, iedereen is hier altijd fan van. Dan moet je nagaan dat de helft van de kruiden en de knoflook zit hier nu nog niet eens bij. Zo. Ik voel me echt een barbaar om dit zo te... Hoezo? Nou, normaal doe ik er een vork in en dan draai ik zo. Oh, dat mag ook. Nee, dat is prima. Die truc ken ik niet. Oh, trouwens, over trucs gesproken. Oh ja, het is tijd voor de gouden kooktip. Oeh. Nou ja, ik ben van makkelijk en snel. Ja. Maar met een ui snijden ben ik altijd wel lang bezig. En ik krijg altijd tranen. Grappig, ja. Ik en... niet, maar heel veel mensen wel. Nee? Nee. Oh, ja. Nou, ik dus altijd. Ik moet altijd huilen. Ja. Dus als je de kraan hebt en je zet die een beetje aan, dan gaat de vocht daarheen. Of als je je mes nat maakt, dan gaat de vocht daarheen en dan hoef je niet te huilen. Maar huil je door dat... Oh, door dat scherpe. Ga jij... Ja, er zit een soort vliesje of zo. En als je dat dus open snijdt, dan krijg jij dus die geur en die... Oh, ik wist dit echt niet, hè? En ik kook bijna elke aflevering met ui en nu niet. Hè? Ja. Goeie tip. Ja, je kan ook je tong uitsteken, want dat is dan het eerste vocht wat zeg maar in aanraking komt. En dan komt het dus niet eerst bij je ogen. Dat zegt ze, dat weet ik niet. Oh. Ik weet dat mes en het water wel werkt. Grappig, wist je dit, laat het weten. En trouwens, heb ik al niet eerder gevraagd, maar hebben jullie een gouden kooktip voor ons? Deel ze vooral in de reacties. Of op Instagram. Of op Instagram.
Ook welkom. Er gaan nog 2 theelepeltjes bij. Hoppa. Perfect. Als je dit zo draait, dan krijg je dat dus er al uit. Wow. Komt er nog meer uit? Ja. Lekker. Dat vind ik echt een kooktip hoor. Oh, nou dan is dit al bij deze tip. Maar als je hem dus zeg maar nog niet fijn hebt geknepen, dan kan je gelijk hem in het midden zetten. En dan kan je Ik ga nu trouwens wel gewoon dit er allemaal bij gooien, want ik weet dat ik dit echt heerlijk vind. Maar twijfel je? Doe dan rustig. En doe niet alles erbij. Hou jij van knoflook? Ja. Mooi zo. Absoluut. Dan ga ik nog niet de kruiden erbij doen, want die willen we niet te lang meenemen. Je ziet dus dat die kruiden nu helemaal verdwenen zijn, hè, doordat ik steeds aan het mixen ben. Dus wil je nog wat? Nog meer zout? Ja, meer zout. Sowieso als ik boter los kan eten met mijn vinger, dan is die lekker. Want ik zou echt niet snel boter zo. Ik zou niet heel gewoon een normale boter. Nee. Ja, lekker zout. Top. Ja. Zo is heel zout, maar ik hou ervan. Ik ook. Lekker. Toppie. Dan nu alleen nog even die kruiden erdoor. Dit kan je ook met de hand doen of gewoon even heel kort met het ding. Yes. Then this is our creamy butter. En dan gaan we nu eventjes leuk afmaken door hem te rollen. Heb je dat wel eens gedaan? We nemen vershoudfolie. Dit heb ik al niet meer gedaan sinds ik daar werkte. Echt? Ja. Je kan er trouwens ook een rondje van maken, zag ik dat mensen dat doen. Een rondje? Ja, gewoon even een bol. Oh. En dan moet je dus uitharden. Ja, maar dan is het lastig snijden, denk ik. Bij zo'n rol kan je nog wel zo'n plank aan. Ja, en dan leg je echt zo'n rondje op de plank. Zo. Ja. Had jij dit of had jij meer? Iets meer. En dan, het is ook mooi om zo'n lange dunne te maken. Nu maak ik een beetje dikker. Ik draai dus zo. Ja, dit is mijn truc, zodat hij echt compact... Ja, maar nu heb ik het gemist. Oh ja, dit ziet er wel echt profi uit in de winkel. Hoppa. Ja. Oh, en dan dit er overheen. Ja, je wil echt dat hij daar een beetje overheen gaat. Ja. En dan, verder. Dit. Ja. Zo. En dan? Ja, ik doe dus een beetje zo draaien, totdat hij een beetje dicht gaat. Maar we hebben dus vrij dikke, je kan ook dunnere maken. En dan proberen dat de lucht er zoveel mogelijk uit is. Maar... En dit kan je dan zo in je koelkast leggen, dan wordt hij hard. Maar je kan hem ook in de vriezer doen. En boter vries ik dus heel vaak in. Slim. Ideaal. Blijft heel lekker. Dan gaan wij gewoon lekker door naar de taste test. Heb jij een mooi rolletje? Is dit mooi? Ja. Vind je hem niet mooi? Ben je niet nou, jij hebt een mooi... Ik zou nog wel een dunne willen maken. Rolletje. Cute. Dus je kan ook mee naar huis nemen. Lekker. Als hij dan even snel hard wordt. Ja, in de vriezer heeft denk ik geen plek. Probeer ik nog één keer om een dunne te maken. Ja, jij van dun of dik? Oh. Sorry, ik moest even. Die komt er zeker in. Ja. Zo. Deze is helemaal een beetje misvormd, maar het boeit niet. Cute, hè? Dan gaan we gewoon even ook op de simpele manier aan jullie laten zien. Oeh. Ik vind dillen wel cute om er nog een beetje op te doen. Maar je kan natuurlijk ook een andere kruid kiezen. En toch altijd nog een beetje malbloem zout. Dus het is grof zout dat je lekker kan crunchen tussen je vingers. Oh ja. Heel lekker. Hoppakee. Dan heb je nog lekker dat zout erop. Heerlijk. En dan is het nu tijd voor de... Tasting. Taste test. Dit lijkt me dus wederom heel lekker met die truffelskorstjes. Ja. Zullen we dat gewoon doen? Die is toch gewoon open. Oké, cheers. Wordt zo lekker. Maar deze is ook echt goed erbij. Little. Oeh, ik vind het zo lekker. Ja. De verhouding is perfect. Ja. Er hoeft niet meer knoflook in. Nee. Helemaal zin om hier ook weer in te gaan bakken en zo. Oh, heerlijk. We hebben echt lekkere dingen gemaakt. Totaal anders trouwens. Toch? Dan die andere. Ja. Ja, absoluut. Dit is meer een frisse dip. En die andere is ook wel fris door dat citroentje. Maar die is wat zoeter. Heel anders. Maar dit kan je... Oh, echt. Dit moet wel op een borrelplank, vind ik. Gewoon een goede kruidwater. Ja, dit kan je niet missen. En ga er lekker in bakken. Zeker allebei proberen. Absoluut. Dan was dit het al, denk ik. Ja. Vond je het leuk? Ik vond
Spannend, maar wel leuk. Ik vond het ook heel leuk dat je er was. En vergeet Elise ook niet te volgen. Waar kunnen ze jou volgen? Of boeken of whatever? Dat binnen dat hoeft helemaal. Jawel. Heb je echt iemand nodig voor logo design of wat dan ook? Dan, en iemand met wie je ook gewoon gezellig en fijn en leuk kan werken? Nou, dankjewel. Ga naar Elise. Ja, Elise Laan. En je website? Eliselaan.nl. Eliselaan.nl. Ze houdt niet van promo, maar ze verdient promo. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Ja, bedankt. En eet smakelijk. Volgende week hebben we weer een hele leuke gast. En met haar ga ik een blue cheese, blauwe kaas dip maken. Heerlijk. En een pesto aioli. Dat is haar eigen recept. Schijnt heel lekker zijn, ben heel benieuwd. Nou, die ga ik zeker ook kijken. Leuk. Dus vergeet niet, babbel op te volgen op Instagram. Elise te checken, duimpje omhoog, reageren. Ja. En volgende week eens kijken. Yes. Oké. Okay. Doei. Doei. We hebben het gered. Lekker. Het ging best goed. Het ging goed, hè? Ja. Heel lekker. Jij hebt het echt goed gedaan. Ja? Ja.